Vincent Regeling en net 1-1 gespeeld tegen Den Bosch. Ja, toch wel een puntje na 7 nederlagen. Maar volgens mij was het ook wel weer typerend dat je denkt van, ja, daar had gewoon weer meer ingezeten. Ja, sowieso de laatste wedstrijden. Dan, kijk, nu spelen we 1-1 hiervoor 1-0 verliezen, daarvoor ook 1-0 verliezen. Maar helemaal deze wedstrijd, dan denk je echt, deze hadden we echt kunnen winnen. En dan speel je 1-1 en dan ben je wel weer blij dat je niet verloren hebt. Maar had meer ingezeten. Ja. Maar wat is dat dan, dat verschil tussen dan wel een kleine nederlaag of nu weer een gelijkspel en dan dat niet pakken waar je misschien wel recht op hebt? Ja, dat is lastig om te zeggen, want als we dat zouden weten, dan zouden we het wel echt doen elke week. Alleen, ja, we zijn af en toe gewoon slordig, dat weet ik wel, maar ik weet niet, we spelen vandaag gewoon goed. Helemaal in het begin, eerst 20 minuten ongeveer. En dan we komen ook 1-0 voor, alleen helaas winnen we hem niet. De trainer, Martin Haar, die zegt, ja, het is ook gewoon wennen voor dit team. Voor het eerst in de Jupiler League, dat had bijvoorbeeld Jong Ajax ook in het eerste seizoen. Jong PSV, noem maar op. Deel jij die mening? Merk je dat dan? Vergeleken met vorig jaar, hetgene wat echt wennen is dat tegenstanders nu het ook gewoon volhouden. En vorig jaar waren ze na de 70ste minuut, dan namen wij het over. Dus dat is wel zo. Alleen, ja, 1 jaartje mag je wennen. Maar het zijn iets te veel verliespunten. Ja, en die 19e plek. Maar ja, die doet wel een beetje pijn, ja. Je kijkt niet graag naar de stand. Nee, ik heb er ook lang niet meer naar gekeken, inderdaad. Maar ik hoorde vandaag tijdens de warming-up dat we 16 punten hadden. Voor deze wedstrijd. Dan dacht ik, jezus, dat is niet best. Nee. Niet wat je had verwacht aan het begin van het seizoen. En zeker na de eerste paar wedstrijden. Nou, het begon heel goed. Dus dan denk je al direct van zo, linker rijtje, dat zou wel mooi zijn. Dat zou haalbaar zijn. En opeens gaat het minder. Dus dat is jammer. Je zegt zelf, ik kijk niet naar de stand, maar wat doet dat met jullie als ploeg? Want ik kan me voorstellen, dat doet wat met het zelfvertrouwen. Dat niet zozeer, denk ik, want we trainen echt goed. We trainen echt goed hier en we trainen hard. Alleen verliezen is, je bent op een gegeven moment klaar. Je bent er gewoon klaar mee om te verliezen. Je wil gewoon winnen en als dat niet lukt, dan het is echt teleurstellend. Echt teleurstellend. Alleen, ja, zelfvertrouwen is nog wel genoegen. Je moet weer door en vrijdag een mooie affiche. Telstar. Ja, zeker. Telstar, mooie derby. Prima. Dankjewel.